Go Ahead Eagles staat 15e. Dordrecht is laatste met 12 punten. Wissertje van Steenvoorde, we overnamen Go Ahead Eagles. Dit zou een mogelijkheid kunnen opleveren. Goede mogelijkheid zelfs. Goed ingeschoten, niet goed ingeschoten. De inzet van Turic en de niet al te moeilijke redding voor Kurto. Vriends. Vroeg levert in, maar krijgt die bal min of meer toevallig terug. Heeft nu wel ruimte en de gelegenheid voor je goede voorzet. Rijsdijk, mooi schot, mooie redding van Kurto. Het is de eerste wat serieuzere doelpoging van de kant van de Eagles. Maar het is een bal die uitnodigt om naar de kruising te gaan. En dat doet Kurto. Turic. Rijsdijk. Ja, past net. Lewis is aan de late kant. Goeie voorzet. Plet, daar is Kurto. Laat de bal los. Wordt hij wel of niet geattaqueerd? De scheidsrechter vindt van niet. En dan laat Verhoek de mogelijkheid op 0-1 liggen. Dat is dus de eerste dikke kans. De voorzet vanaf rechts van Turic. Kurto die de bal loslaat, Verhoek die inknalt. En dan wordt hij door, ik denk, Van Delen van de lijn gehaald. Leader. Steenvoorde ingeleverd. Plet, of ja, dit is Plet. Dit is wel een goede mogelijkheid. En deze zou erin moeten. En die rolt er ook in. Heel beschaafd is het 1-0 voor Go Ahead Eagles. Wat een fijne goal. Wat een mooie pas. En wat beheerst afgemaakt. De pas is van Duits. Prachtig. En het staat 0-1 in Dordrecht. Dat is een pittige overtreding. Met Vriends als dader. Fortes. En die bal kan er zomaar in, omdat de leader voor langs komt. Van der Hart blijft de bal volgen. Had dat een beetje op goed geluk getrapt, deze bal. Leader voor langs bij Nieuwpoort. Maar komt hij er ook doorheen? Dat komt hij. Nou wordt die bal opnieuw verricht en veranderd. En nu ziet hij er wel in via Fortes. En staat het nog voor rust 1-1 aan de Krommendijk. De bal van Haddad min of meer blind naar voren gespeeld. Lieder die voorkruipt en het duel wint van Nieuwpoort. En via het been van Van der Linde verdwijnt de bal in het Eaglesdoel. Turic. Fortes maakt er alleen. Gaat hij er nog een maken? Nee, toch? Van deze afstand kan dat eigenlijk niet. Goeie voorzet. Oh, bijna een eigen goal. Wel mooi ingekopt door Schenk, maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ja, daar moet je dan als keeper ook nog rekening mee houden. Dat een medespeler jou onder vuur neemt. Goeie indraaiende hoekschop. De kopbal van Haddad wordt van de doellijn gehaald. Van Overeem. Leader. Leader. En Van der Hart. Dit is toch een beste kans. En daar helpt appelleren van Van der Linde helemaal niets aan. Goossens. Maar wat een kans voor Leader. Plet. De ruimte ligt op rechts. Rijmerink. Dat lijkt me een vrije trap. Die je al ver van tevoren ziet aankomen. Van der Linde. Opa! Mooi geluid, maar geen goal. De bovenkant van de lat. Fortes. Haddad. Doorlopen. Oh, dat had gekund. Dit kan natuurlijk ook. Van Overeem. Oh, mooi geplaatste bal. Moeilijk te beoordelen voor een keeper. Van Delen. Van der Hart blijft staan. En die bal zit erin. Die bal zit erin. Geweldig hoe die wordt gemaakt. Het is Kleber die je maakt. En vlak voor tijd trekt Dordrecht dan deze drie punten waarschijnlijk over de streep.
Het slechtst denkbare moment voor Eagles. Het best denkbare moment voor Dordt. En Dordrecht gaat zijn tweede thuiszege van dit seizoen binnenhalen.